baby. Woman. Het nummer dat George McRae zoveel heeft gebracht. En ook al heeft hij na bijna 10 jaar weer een nieuw album, hij zal altijd achtervolgd worden door die ene megahit. So you never get tired of singing it? No. And the fans and the audience won't let me get tired of singing it. De single werd meer dan 11 miljoen keer verkocht. En voor hij het wist, trad hij op voor duizenden mensen. Maar bijvoorbeeld ook voor de Amerikaanse president Bush en zijn Russische tegenhanger Gorbachev. Before the wall came down, and here I am in this club. I got the KGB on one side, the CIA on the other side, you know, and the Secret Service on the other side, you know. And I had them all booging. Zonder McRae geen disco in de jaren 70. Hij inspireerde onder meer de Bee Gees. Het duurde dus lang, maar nu heeft McRae een nieuw album uitgebracht. Opgenomen met Roger Heister uit Molenhoek. Al klinkt het niet als een Limburgs album. Ik had laatst nog contact met mensen in de States, in L.A. En die waren stom verbaasd dat het in Nederland was gemaakt. Die dachten dat het een Amerikaans product was. Ja, dat vond ik wel een compliment. The Love Man, zo wordt hij ook wel genoemd. En daar gaat het album ook over, liefde. And it tells the whole story from my beginning to where I am today. And I'm here in Geleen, Munstergeleen, Limburg. Been here for 28 years. I'm happy as that can be.